Hop. Kim is hier ondertussen. Kim Kleijsen nog steeds bij ons. Steeds Charlotte Knight met haar ballen ontgooien. Je moet ze niet teruggooien. We kregen al verder in tegen onze bol. Ondertussen staan wij, Kim, in ons Charlotte Knight café. Met een spelletje beerpong. Ter de gelegenheid omgetoverd tot Kim Pong. Ken je dat? Nee, maar ik vermoed wel, we hebben dat in elkaar zit. Elk twee pingpongballetjes. Daar staan de cups. Ik heb daar, of de redactie, want ik weet het zelf niet, hebben daar vier tricky questions in gestoken, zo van die moeilijke vraagjes. Als je het bekertje raakt, als je erin zit, dan mag jij de moeilijke vraag aan mij stellen. Als je mist, dan stel ik een willekeurige vraag aan jou en omgekeerd. Ladies first, take it away, cookies and cream. Ja, lap. Dat was er eigenlijk in, ja. Het is al... Ik had het moeten weten, hè. Spelen tegen een tennister. Wat heb je ooit gestolen? Wat heb ik ooit gestolen? Oei, dat is een moeilijk... wat? Een stuk taart. Dat is geen crime, hè. Ooit op tour... sorry, trouwens, daarvoor. Op tour heb ik ooit in New York een badjas, zo echt satijnen met zo van die snoefjes, uit een hotel gestolen. Ja, omdat dat was wat Hugh Hefner-style, dat vond ik ziek. Goed, nu is het aan mij. Ik ga wat ga je doen? Ah, vermakkelijker of wat? Ga je voor de rechtstreeks of ik ga voor de bounce? Ah, ja. Nee, dat was niet erin, hè? Ja, je mag er weer in aan mij staan, Kim. Ja. Ik zal die pakken. Ah, flap. Ik vind dat wel leuk dat ik die vragen nu moet beantwoorden. Ja, heel leuk. Wat is het ergste cadeau dat je ooit hebt gekregen? Het ergste cadeau? Herpes van een vroeger vriendinnetje. Ik kan je ook moeilijk bij het vuilnis zetten. Ja. Ah. Nee, die zat er niet in. Zeker niet. Het is aan mij. Ik dacht dat het nooit ging komen. Oh, Kim Kleisters. Mag ervan me. Onthul één moment waarop je je diep hebt geschaamd. Ik weet eigenlijk niet of ik het wel wil vertellen, maar het is nog niet zo lang geleden. Misschien moeten we het even stilmaken. Ja? Nu, ik weet niet of er hier al veel mensen een kindje hebben gekregen, maar mijn blaas die staat nu zo wat meer onder druk. Allee. En ik heb zo'n voorval gehad dat ik stond te wachten op een vriendin. En ja, ik moest heel dringend plassen en er was geen toilet in de buurt. Dus ik heb eerst zo een paar minuten zo gestaan om het proberen te laten weggaan. En het was te laat. Het was in de broek. Net zoals Jill Peters. Kim Kleisters, dames en heren. Ja. En dan hebben we nog een laatste. Dit zal ze schoon zijn. Gewoon voor mijn eigen mannelijkheid om er toch nog eentje te hebben. Oh, oei, niet! Dat mag ik niet lezen, hè. Oké, laatste. Dat is ook meer voor mij. Ja, maar ja. Wat is de meest bizarre en recente droom die je gehad hebt? De meest bizarre en recente droom. Wat is eigenlijk hetzelfde? Ik heb zelf ooit eens gedroomd dat ik aan de wc stond, dat ik even moest pissen en ik heb het ook laten gaan. En toen werd ik wakker en ik lag nog steeds in bed. En bij jou? Dank u wel. En bij jou? Bij mij? Ja, ik heb deze morgen mijn droom nog naverteld aan Jada. Want wij werden achtervolgd door een hele rare meneer en wij moesten vluchten. En dus het was meer een nachtmerrie. Maar ja, om het over plassen te houden, ik werd wakker omdat ik naar het toilet moest. Dus de meneer heeft ons niet gevangen. Mooi, een heel diepgaand gesprek, dames en heren. Met Kim Kleisters, dank je wel dat je erbij was.